Est-ce que je ramène les... Et le 800 mètres, la longueur c'est quelque chose de très spécial, d'ailleurs je ne sais plus, je vais pas prendre une demi-heure spéciale à pouvoir aller la voir le dernier essai, je ne vais pas me faire gagner, mais le javelot...
On n'avait plus lancé le javelot depuis pratiquement un an et demi. On s'est entraîné, mais on n'avait plus lancé. Et puis j'ai appris qu'il avait interverti le groupe A et le groupe B. Et à cause de ça, je croyais que c'était une heure plus tard. Puis j'ai appris qu'il avait déjà lancé le premier. On m'a vite envoyé une copie du film. Elle a pu corriger, elle a fait 54 mètres, ce qui était très important par rapport à Hollande SVTR qui était derrière et qui était une bonne lanceuse de javelot. Enfin, finalement, tout s'est bien passé puisque le 800 mètres, elle était entraînée. Elle s'est placée devant directement, comme on veut dire. Comme elle était devant, elle derrière, elle gagne automatiquement. Quoi. Donc ça c'est bien fini. On la sent très fatiguée, là. Elle veut juste se reposer. Dit-elle, elle ne veut plus entendre parler de compétition. Comment vous situez par rapport à cette situation-là? Vous la laissez tranquille combien de temps? Ah, mais elle m'attend pour le moment. Hein. Elle est plus fatiguée que moi, évidemment. Mais bon, c'est-à-dire que on n'a jamais des discussions après les grandes compétitions. Donc on fait le Vandamme, participe au Vandamme. Moi aussi, mais pas comme athlète, évidemment. Et donc après, ben, prendre ses vacances, comme elle le fait traditionnellement, pour préparer la nouvelle saison, qui seront les championnats du monde de Huygens. Et j'espère qu'on pourra peut-être faire une petite compétition ensemble pour battre le record du monde, parce que je suis presque certain qu'elle pourra battre le record du monde en salle, qui est de 5013 points. Elle retrouve vite l'envie après avoir beaucoup donné et puis la décompression qui suit. L'envie vient automatiquement quand on approche de la compétition. Bon, le gros problème, c'est qu'on est une année supplémentaire par rapport à des jeux normaux, donc ça fait 5 ans. J'ai remarqué qu'il y avait des jeunes qui étaient là, qui n'étaient pas normalement là l'année dernière. Donc ça veut dire qu'il y a une compétition qui arrive qui va permettre à des jeunes de pouvoir s'éclore. Comme par exemple notre ami Norvit, qui a quand même fait quelque chose de très bien. Mais Norvit, bon, elle fera ce qu'elle doit faire. Elle a un potentiel de 7000 et des points. Je crois qu'elle peut. Wel meegenomen in het gevoel van de Belgian Cats. Dus dat is altijd wel leuk om dat gevoel te hebben als je thuis komt en ook gewoon al de berichten ziet. Dus ik denk dat we basket en vrouwenbasket heel mooi vertegenwoordigd hebben. Hoe was de sfeer in de groep eigenlijk? Dat moet geweldig geweest zijn tot aan die sloppen. Iedereen heeft wel een beetje hetzelfde gevoel nu, van gemiste kans. Maar iedereen heeft ook hun eigen manier om dat te verwerken. Ik denk de meeste van ons zijn nu even gewoon op zichzelf blij om thuis te zijn bij de familie en vrienden. En dan, vanaf dat we een paar dagen tijd gehad hebben, dan gaat dat wel weer nog positiever zijn dan ervoor. En zeggen dat trots komt. Jij gaat ook even echt naar huis, dat zien ze niet vaak. Alsjeblieft? Jij gaat even echt naar huis ook. Het is wel nog niet zeker of ik ga naar Amerika ook, dus dat kan nog altijd. Maar inderdaad, nu ben ik even thuis en ik hoop toch wel dat het druk zal zijn, zodat ik niet te veel tijd heb om na te denken. Wat wil je om te ontspannen? Hoe ziet dat eruit bij jou? Waar kan je van ontstressen? Gewoon met vrienden zijn. Een dochtertje van mijn beste vriendin, die kan mij altijd best afleiden van basket en van alles rond. Ja, gewoon ook bezig blijven. Alles behalve basket, denk ik, nu. Okay. Ik ga ook even naar de coach, Filip Mestach. Is de pil al verteerd op zo'n lange vlucht? Ik denk niet dat de juiste manier is om die pil te verwerken. Een beetje hetzelfde, hetzelfde antwoord zoals bij hem, een beetje een mixed feeling. We hebben eigenlijk wel een mooi parcours afgelegd. Eigenlijk al bij al hebben we onze doelstellingen bereikt deze zomer. Alleen, ook op het EK keek je terug van misschien zat er wel iets meer in.
Dat hebben we nu ook een klein beetje op de Olympische Spelen. Misschien zat er daar ook wel iets meer in. Als je dan ziet dat, dat de volgende speler in de halve finale, dat dan Japan ook Frankrijk een pandoering heeft, dan zeg je van ja, hadden wij daar gestaan, dan was alles mogelijk en speelden we misschien die finale. Maar als, dat telt niet in topsport. We hebben gewoon verloren in de kwartfinales en daar stopt het dan. Die laatste seconde, hoe vaak heb je dat al gezien eigenlijk? Wat moet zijn, ik heb wel de wedstrijd onmiddellijk gedownload en nog wel bekeken. De laatste fases ook, maar niet alleen de laatste fases, want iedereen kijkt wel naar die laatste fase. Maar er zijn ook heel veel zaken gebeurd ervoor die wat beter konden. En het mocht eigenlijk nooit nog een close game geweest zijn op het einde. Maar oké, ja, dat is het maar zo. Ik blijf bij mijn beslissing van die bal in te geven aan de baseline, omdat we nog 15 seconden hadden. Omdat ik ook ervaring heb met het Japanse team, wat dan ze kunnen nog in luttele seconden. Ik ken ook mijn eigen team, omdat ik ook weet, we hebben ook al verkeerde beslissing genomen wanneer we de bal wel ingeven in het verlengde van de vrijhoordplein. En ik wilde zeker al geen shot meer geven aan Japan, daarom die beslissing om daar te beginnen. En kunnen we die bal op 4 seconden van het einde geven aan Emman Meeseman, dan kan zij wel de actie maken. Doen we niet, en dan geven we dat dan aan Kim en dan mist Kim wel het shot op plaats. Ja. Dus dat zijn keuzes die je maakt en ik denk dat dat een correcte keuze was en blij erachter staan. Hoe ziet jouw persoonlijke toekomst er nu uit? Ik ga nu een paar dagen thuis zijn en dan moet ik onmiddellijk aan de slag in Frankrijk bij mijn nieuwe club, Saint-Amano. En dan gaan we daar aan de slag in een zware Franse competitie. Ja. Met welk gevoel kijk je nu terug op die Spelen? Het is een enorme ervaring geweest. Het waren al geen gewone Spelen. Waren het gewone Spelen geweest, ja, je hebt al veel gezien op televisie, maar nu door dat corona-gedoe, al die testen, al die veiligheidsredenen, was het eigenlijk super speciaal. Ik hoop dat we het nog eens kunnen meemaken, maar dan in normale omstandigheden. Dus we hebben nog werk op de plank om daar werk van te maken natuurlijk. Het echte gevoel ontbrak een beetje. Eigenlijk wel. Het was fantastisch om die openingsceremonie mee te maken ook bijvoorbeeld. Maar natuurlijk zonder publiek in het stadion is dat natuurlijk wel anders. We zijn ook niet in staat geweest om andere sporten te gaan bezoeken. Dat is ook wel heel jammer. Wanneer je daar in de Saitama Arena kunt spelen, maar ja, er zit bijna geen kat te kijken, dan is dat ook wel speciaal. Maar nogmaals, het was een fantastische ervaring. Parijs dan maar, want het pad is schijvend. Ja, dat zou mooi zijn. Maar ik zeg het, we hebben nog heel wat werk voor de boeg om vooraleer we kunnen in Parijs geraken. Dankjewel. Blijf je bondscoach, Filip? De federatie gaat daarover beraadslagen en we zitten over een goede 14 dagen samen en dan gaan we kijken of dat we eruit komen. Je zou graag zelf bondscoach blijven? Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik het graag doe, maar natuurlijk moet de liefde van beide kanten komen. Denk je dat Parijs mogelijk is om daar hetzelfde te doen of is er hier echt een unieke kans verloren gegaan? Er is hier een kans vergooid natuurlijk, maar ja, iedereen spreekt wel van Parijs, maar we moeten ons natuurlijk wel eerst kunnen plaatsen natuurlijk. Dat is niet evident, want ik denk dat we een klein beetje verwend zijn ook met de generatie die we nu hadden. We hebben nu 5 zomers aan een stuk grote toernooien gespeeld. Ik hoop dat we dat kunnen doortrekken met ook de generaties die eraan komen en de talenten die eraan komen, zit dat ook er wel in. Maar dat is niet altijd een garantie om zich te plaatsen voor grote toernooien. En ook als je wilt doorstoten naar wereldkampioenschappen, moet je bij de top 5 spelen op een Europees kampioenschap. Hetzelfde als je wilt plaatsen voor Olympische Spelen. Dus het is niet zo evident. Maar ik hoop dat we het kunnen doortrekken. Hebben jullie als groep die ontgoocheling kunnen verwerken? Hebben jullie dat samen gedaan? De dames zijn natuurlijk, ze waren verdeeld over 3 verschillende appartementen, zijn veel samen geweest, maar ook veel alleen. Dus, zo'n nederlaag kun je niet helemaal in groep verwerken. Ik denk dat veel spelers dat eerst liever wat doen in hun eentje. En dan wat bijkletsen met anderen. Maar iedereen moet dat een beetje verwerken op zijn eigen manier. Sommigen gaan dan nu nog wel meedragen naar huis, maar ik hoop dat binnen afzienbare tijd dat die ontgoocheling omslaat naar fierheid en trotsheid over hetgene die gepresteerd geweest is. Ja, laatste vraag. Gaat België kandidaat zijn om een Olympisch kwalificatietoernooi te organiseren? En zo ja,
Is er al bekend waar Antwerpen, Brussel, Oostende? Ik weet dat de federatie daarmee bezig is om dat toernooi te organiseren. Dus zodanig dus dat we weer voor eigen publiek kunnen spelen om ons te plaatsen voor het wereldkampioenschap volgend jaar in Australië. Ik denk dat er pistes zijn met Brussel en Antwerpen, maar veel meer weet ik er niet over. Dank u wel. Alsjeblieft. Thank you.
wedstrijden vertelde. Dus. Ja, echt super, super ervaring geweest. Nooit verwacht dat ik dit zou bereiken, dus heel, heel trots op mezelf. Vierde, geen zure nasmaak voor jou door het feit dat jij toch zoveel progressie geboekt hebt? Ja, het was natuurlijk dichtbij, maar ja, ik had nooit kunnen dromen dat ik vierde zou kunnen worden. Dus echt, ja, gewoon prachtig. Ja. We lazen je tweet uit 2016 waarin je zei van ooit is daar met Naffi staan samen in die zevenkamp, dat zou fantastisch zijn. En ja, je zat naast haar op die piste, hè, op het einde. Ja. Ja, ja, dat is altijd een droom geweest om op de Olympische Spelen te staan. En het is super fijn dat ik dat samen met een landgenoot kan doen en wat voor een natuurlijk. Dus ja. Heel leuk. Vond je van haar prestatie? Want het is natuurlijk niet evident om je titel te verlengen. Nog geen enkele Belgische atleet heeft dat gedaan. Nee, dat is helemaal niet makkelijk. Dus ik denk dat ze dat supergoed heeft gedaan. Ja, ze heeft het toch maar weer gedaan. Dus echt, ik denk dat we echt wel trots op haar mogen zijn. En jij in Parijs? Vertel eens, waar moeten je doelen dan liggen? Ja, ik wil gewoon blijven verbeteren. Dus ja, ik hoop daar ook beter te doen dan ooit. Maar we zullen wel zien wat dat dan juist zal worden. Terug in België, vertel eens, wat ga je nu vandaag nog doen, de komende dagen? Ja, we gaan straks naar van hier tot in Tokio, dus naar Oostende. En de komende dagen vooral een beetje bekomen, denk ik, en bij mijn familie zijn en vrienden. Ja. Beetje vakantie ook? Klein beetje, maar we gaan nog een klein beetje blijven verder trainen ook, naar de Memorial toe. Oké, okay, veel succes daar, dankjewel. Dankjewel. Yeah.
Ah!
Yeah, the flight was quite short for a lot of the guys, so they bumped them up to business class, and I think they all and I think they all slept pretty well. They haven't had a lot of sleep over the last couple of nights since winning, and so they've been up on a lot of hours. Did you have a chance to have a little party of your own? Look, it's a bit different when you're an athlete, and they certainly abstained from any sort of alcohol for months, you know, and it doesn't take much for them to enjoy themselves after a victory like that. The staff are a little bit different. We're a little bit older, and we go about it a bit differently, but we certainly enjoyed it, you know, and we enjoyed them enjoying themselves. Probably my most enjoyed moment was een beetje moment dat we stilstaat ook wel en terugdenken van waar we komen. Dus ook heel veel mooie herinneringen die we samen gedeeld. Heel blij om op de Lindai te zijn en te kunnen wachten om met samen hier te delen. Ja, staat u heel op te wachten? Wat verwacht je daar zelf op? Ja, ze hadden dat heel moeilijk. Hè. Na het WK werden we ook gehuldigd hier en wisten we ook niet zo goed wat we moesten verwachten. Het bleek uiteindelijk een enorm groot feest te zijn. En waarschijnlijk een van de mooiste momenten in onze carrière van de spelers. Want het is uiteindelijk iets waar wij enorm trots op zijn. Dus het feit dat we mensen samenbrengen. En wij zijn enorm trots om België te vertegenwoordigen. En we hebben echt enorm hard het gevoel gehad dat we ook echt zijn gestuurd naar die gouden medaille. Dus, wij hopen dat we dat samen kunnen vieren. Ja, verwacht je dezelfde taferelen als 3 jaar geleden of nog zotter? Ik zeg het, ik kan het niet moeilijk inschatten. Ik weet ook niet exact wat er op de agenda staat, dus wij laten ons verrassen. Ja, maar het feest is toch niet over, dat is duidelijk? Of? Ja, Shane heeft gezegd, als je ooit Olympisch kampioen wordt, dat is de first day of the rest of your life. Dus ik denk, het feest gaat denk ik nog heel lang nazinderen. En ik denk elke keer dat je deze medaille vastpakt. Er zit een beetje goud in blijkbaar, maar heel veel bloed, zweet en tranen. Het is ook heel zwaar en we hebben er zo hard voor gewerkt en zo lang. Dus wij zijn enorm trots. Geniet van het feest straks. Dank je. Ja, we hebben de coach. Gert heeft de coach al gedaan. Ik heb het
Congratulations, coach. Did you realize what you guys did in Tokyo? Thanks. I appreciate that a lot. Really do. You guys realize now what you accomplished, what you did there in Tokyo? Oh, look, it comes in waves. But I think probably over the next few days, the guys will get a bit more of a understanding of what it means to the country and things like that. We've kind of been in a bit of a bubble over in Tokyo, and you get social media and things like that, but I do know that there's been a big following in Belgium, and you know, there's a lot of people very proud of what these guys have done, and also how they represented Belgium. You know, they're fantastic ambassadors, and I think that is very appealing to the general public. So yeah, I think they're in for a bit of a surprise. There's a big difference between saying and thinking you're going to do it and actually doing this, because it was in your mind right after the final in Rio that you guys really wanted this gold medal. Yeah, so that kind of created the desire for sure, and you're right, it's very ambitious to say, you know, and often people get put into categories of villains and heroes, you know, and when you state something like that and you don't achieve it, it's easy to criticize and so on. And I guess if you take the initiative and say it and then fulfill it, you know, it moves you from being a hero to a superhero, you know, because you have the audacity to claim how good it can be. And so, you know, that takes a bit of credit. But I also hope that people truly understand how difficult the task was for these guys to do that. You know, to even stand on a podium 2 Olympics in a row is special in our sport. And to go from the second step to the top step is, it's truly amazing. And it's not a Belgian thing to say beforehand, you're going for gold and you want to achieve that goal. No, it's not, you know, and probably what's caused it is there's so much internal confidence with this group that it becomes, if you don't display that externally, it almost becomes a bit of a lie or a facade, you know, and we were pretty confident within the group of our abilities and things like that, and the only thing we were a bit worried about was what the corona situation in other countries and also our country, was that going to be a hindrance or could we get through that? And so that was a challenge that, you know, we overcame really well. Those shootouts, was that mental strength? Yeah, it is, and also past experiences, you know, like we won the World Cup like that and a very, very similar situation, you know, we won the World Cup and then we had it referred and the goal cancelled and then we had to come back and win it again, and those type of things, if you go through that experience, then it really sets you in a good place to do it again, you know, and so, you know, it would have been really a crime if we had lost it, but I did have confidence at that point in time that we were likely to win this thing. Any idea what's going to happen now in Brussels? Not really, no. Look, we were, I remember coming back from the World Cup, and when we came back from the World Cup, there was that we heard on the airplane that they were going to do something at the Grand Place, and in the humble way of the Belgian people, we were thinking, oh no, there's going to be mum and dad and a few other little kids there, and then we turned up and it was fantastic, you know, like the square was full and just people loving Belgium succeeding and loving what the team had done. So, you know, I'm careful not to get too excited about today, and hopefully I'm surprised, but yeah, I'm sure it's going to be something pretty nice. Yes, and the open bus is parked right outside. It's ready for you, but it's rainy out there. Oh, is it rainy? I don't think that's going to matter. I really don't think that's... Well, it won't matter to us. Like, I think it could pour down. We'd still enjoy the ride. Yeah, these guys, at the moment, they're untouchable. You know, like, they're experiencing something that very few people in their lifetime ever have a chance to be near, and they're right in the heart of it. Congratulations, coach, on what you've accomplished. Okay. Thank you.